Ja, goedenavond dames en heren en welkom op het wekelijkse webinar van het Belgische crypto-platform Bit4U. Vanavond bekijk ik met Gwen Bussen hier, zoals elke week, de crypto-actualiteit. Zij is oprichter van CryptoSchool. Dag Gwen. Dag Francis, goedenavond iedereen. Ik zal direct met de deur in huis vallen, dus wat vind je eigenlijk van die acties voor Oekraïne, waarbij rechtstreeks aan het leger of aan de overheid kan worden geschonken? Er is een Bitcoin-adres, er is een Ethereum-adres. Ja. En je gaat eigenlijk via een directe link naar het leger en naar de overheid. En er zou al 100 miljoen dollar zijn opgehaald. Dat is toch wel een vrij directe manier om een organisatie, om een land te gaan sponsoren, als ik het zo mag zeggen. Wat vind je daar zelf van? Dat het zo direct is, dat vind ik natuurlijk... Dus ik spreek mij niet uit, hè, over het politiek aspect, maar dat is een van de schoonheden van crypto. Dat is dat je inderdaad geld snel en goedkoop ter plekke kan krijgen zonder de hinderlijke tussenkomsten van allerlei tijdsbelemmerende en kostelijke factoren zoals banken. We zagen dat ook al bij de COVID-pandemie. Hè. Stablecoins hebben daar toen hun diensten bewezen. Er wordt ook gezegd dat dat een van de redenen is waarom dat de markt nu goed ligt. Denk je dat ook of vind je dat wat overdreven? Dat vind ik wel overdreven. Er zijn redenen. Het is misschien een van de meer bullish nieuwtjes. Er is meer bullish nieuws in aantocht bezig dan bearish. Dus dat is verfrissend. En dat is er eentje van, maar niet, voor mij niet de reden, ik zal het zo zeggen. Oké, we gaan dan even naar de markten kijken, maar vooraleer dat we dat doen, moet ik toch even vertellen, zoals elke week, dat alles wat we vanavond zeggen geen advies is, enkel ter info. Het was een goede week voor crypto, met mooie winsten. Later gaan we even kijken naar de grafieken en zo verder. Ik ben op zoek gegaan naar redenen van die, toch wel, want vorige week was het ook al positief, van die aanhoudende sterkte. Sommigen zeggen, de onzekerheid is verminderd, in het algemeen bedoel ik dan. De Fed heeft de rente verhoogd, we weten dat nu, dat is gebeurd. En we weten ook dat ze dat de rest van het jaar bij elke vergadering, zoals we al gezegd hebben, ook zullen doen. En dat die oorlog in Oekraïne, hoe erg ook, dat er minder en minder verrassingen zijn. Dus dat alles een beetje tot een standstill is gekomen. Dat daardoor minder onzekerheid in de markt is. Het komt niet van mij, maar dat komt meer van... wat ik vind als analyse van de sterkte. Is dat ook jouw analyse, Gwen? Het zijn... De basis van de sterkte vandaag. Het zijn inderdaad minder onzekere tijden. Hè? Geen betere tijden, maar minder onzekere tijden. Niettemin, de Fed heeft nu al een tipje van de sluier opgelicht. Die rentes of zo, die zijn ingeprijsd in de markt, zegt men. Niettemin zal nu nog te bekijken zijn of ze zich gaan houden aan het vooruitgestippelde pad. Dat wil zeggen, pakt 0,25 tot 0,5% per Fed-meting. Natuurlijk, als zij eens gaan spreken van dat boven die 0,5% te gaan optrekken, dan hebben we terug hetzelfde scenario. Hè. Dan zal het wel een bearish effect hebben. Daarmee dat vooral... nu gekeken wordt naar die Amerikaanse indexen, hè, dus dat hebben wij hier ook, dat mandje van goederen, dus daar wordt nu met havikshoge naar gekeken. Dus wie het kan en wie daarin geïnteresseerd is, dat is één van de belangrijke elementen om in de gaten te houden wat betreft het renteverhaal. De oorlog, er zijn, laten we zeggen, de eerste verzoenend, zal ik het nog niet noemen, maar afzwakkende... tekenen dat het niet meer erger zal worden. Ik hoop dat het zo is. Maar in het algemeen waren er in Bitcoin natuurlijk ook wel andere fundamentele tekenen. We zijn al een tijd een bodempatroon aan het maken. Ja. Er zijn heel veel institutionele ingesprongen. Wat voor mij nog wel niet wil zeggen dat we daarom al to the moon gaan gaan. Daar zijn we nog niet voorbij voor dat punt. Wel ja, dan kom ik bij het volgende punt. Eigenlijk zie je katalysatoren die de markt nog hoger zouden kunnen stuwen. Hè. Sommigen stippen de verhoogde activiteit rond die DeFi-markt aan.
zou voor hernieuwde interesse kunnen zorgen. Anderen zeggen, ja, het is die Ethereum 2.0, dat is lang een ver van onze bedshow geweest, maar dat komt nu toch stilaan dichter, dat brengt kopers op de been. Ja. Nog anderen zeggen, kijk, we hebben daar vorige week ook al over gesproken, hè, dat lange termijn hodlers niet meer verkopen, hè, ook miners die hun opbrengsten niet automatisch meer verkopen. Ja, dus dat er ja, toch wel elementen zijn die meer fundamenteel dan die stijging van de afgelopen 2-3 weken toch wel een beetje verklaren. Wel allemaal, ja. Het zal natuurlijk een samenraapsel zijn van al die dingen. Dus bijvoorbeeld hier wat hij zegt van de DeFi-markt. Als je wil kijken naar de gezondheid van de DeFi-markt, dan moet je gaan kijken naar de Total Value Locked, of de TVL, zoals ze dat vaak schrijven in de vakpers. DeFi Pulse is een goede site, daar zie je dat. En dan zie je inderdaad dat we dus nu in de stijging zitten in de DeFi-sector. Maar weer al voorzichtig optimistisch ben ik. Ik zal straks uitleggen, veel heeft te maken uiteraard, zoals altijd, met Bitcoin. Daar zullen we het straks uitgebreid op hebben. Ethereum, ja. Ethereum, daar zien we natuurlijk nu dat die evolutie naar ETH 2.0, hè, dus Ethereum die van Proof of Work naar Proof of Stake gaat, dat maakt natuurlijk dat heel veel mensen gaan staken. We zien ook heel veel Ethereum dat nog altijd van de exchanges gehaald wordt. Ja, dat is bullish. Maar één kleine kanttekening bij dat hele verhaal, dat is wel dat het ding, zodra het wordt gelanceerd, goed zijn werk zal doen. We denken aan Cardano. Toen Cardano mainstream ging, hè, dus zijn smart contracts uiteindelijk beschikbaar stellen, waren er in het begin een paar bugs, hiccups, wat zullen we het noemen. Ja, en Cardano kreeg zware klappen. Dus Ethereum, ja, zeker nu, zolang dat we in de run-up zijn naar, maar ik denk eens dat ETH 2.0 mainstream gaat, is er misschien toch enige voorzichtigheid geboden. Ja, ja. We zitten ook nog altijd met de sterke Ethereum-concurrentie in onder andere een Solana. Dus Ethereum, ja. Er is ook bullish nieuws geweest dat UK. Het is een beetje hype misschien ook, hè, dat men zegt van, hey, het komt er eindelijk aan. Tuurlijk. Allee, by the rumor, sell the news. Zit daar zeker voor iets tussen. Niet in het staking, maar misschien wel korte termijn. Er zijn ook natuurlijk ook trouwe Ethereum hodlers, net zoals er Bitcoin hodlers zijn. Dus die hebben ook een trouwe gemeenschap. Maar vanuit UK, waar dat een strenge crypto-regelgeving van kracht was, is er nu sprake van een nieuwe crypto-wet die toch veel meer crypto-vriendelijk zou zijn. En dat heeft natuurlijk ook een positief effect. Dus ja, een beetje goed nieuws all over, dat mocht wel. Ja. Maar zoals ik al zei, dat zullen we straks zien. Ik wil eerst zien dat Bitcoin uit zijn moeras komt. Well, misschien kunnen we even kijken naar die grafieken, maar de weekwinsten waren toch mooi. Hè? Bitcoin plus 15%, Ethereum bijna 20% op weekbasis, toch niet min. Sinds de Russische agressie ging Bitcoin bijna 30% hoger. Is toch een van de meest of de best presterende actieven, als je het zo even bekijkt. Hè? En wat vertellen de grafieken je precies, Gwen, te beginnen bij Bitcoin? Wel, we zien hier Bitcoin op de week. Dus Bitcoin, dat zie je hier mooi. Hè? Die heeft een hele mooie run-up gemaakt. En zit nu, ik had hier een weerstandszone, ja. Die zit daar letterlijk mooi op. Maar we zien hier ook, ik heb de VPVR erbij genomen. Dat zit in de betaalde tradingview-abonnementen. Maar dan zie je de weerstand per prijslevel. Dan zie je ook wel dat we aan een belangrijke weerstand zijn gekomen. Ja. Nu, wat ik ook opmerk op de week, en dit is voor de mensen die RSI kennen, waar we gaan op moeten letten, en ik zal het even met de grove hand tekenen. Dus we hebben hier een high, en we zijn hier ook aan het stijgen. Ja. Deze high komt overeen met dit punt. Ja. Nu, je voelt hem al aankomen, ja, ja. Momenteel. Hè? Momentje, even mijn lijn op rood zetten. De prijs is nog altijd lager. En in de RSI zitten we hoger. Mm-hmm.
als dat, als Bitcoin dus niet stijgt nu boven de prior, boven de voorgaande lower high, dus die zit momenteel aan de 52.000, dan hebben we een bearish divergentie op de week. Ja. Dat willen we niet. Ja. Dus dat is er eentje om in de gaten te houden. Mm-hmm. We kunnen ook heel mooi op de week, en nu kijken we naar de RSI. Ik ga even die trendlijn hier wegdoen terug. Dus je kan eigenlijk als je, ik ga nu sterk inzoomen, als je die hele run, hier dus die hele zijwaartse macrobeweging die Bitcoin heeft gemaakt, het hele voorbije jaar en nu, daar kan je een trendlijn doortrekken. Ja. Die dat we nu aan het naderen zijn. Dat is voor mij, laten we zeggen, het punt. Maar weer al, pas op met trendlijnen, die breken, die doen meestal een keer erboven, die raken die terug en dan vertrekken ze. Ideaal scenario. Ja, maar daar, eerst moet hij erboven, hè? Pardon? Eerst moet hij erdoor breken, toch? Eerst moet hij erdoor breken. Het bearish scenario waar iedereen, of waar... Ja, niet iedereen waar ik naar kijk, want ik ben, ik ben altijd voorzichtig. Dat is... even kijken. Ja, ik hou van Elliott Waves. Als dit een ABC-correctie was, C, het been C, de laatste wave naar beneden, kan in 5 golven gaan. Dus dan zouden we kunnen dat weer 1, 2 en dan 3, dat dit een 4 wordt en dat we dan nog naar beneden gaan. Daar hou ik mij voor vast. De kans dat dit scenario zich voltrekt, ik zal dit nu op de dag tonen, we zullen wat meer in detail gaan. Hè? Ik ga dit hier wegdoen. Dus op de dag hebben we eigenlijk ook een horizontaal kanaal bereikt. Hoe krijg je dat kanaal? Je had hier twee raakpunten. Je maakt hier een horizontale lijn op basis van dit punt. Daar zitten we ook aan. Hè? We zien ook hier, we zitten tegen onze 200 dagelijks. Dus we hebben hier behoorlijk wat weerstand op dit niveau. Dus Bitcoin is echt klaar voor een correctie. Alles hangt er nu vanaf hoe diep dat die gaat corrigeren. Waarbij voor mij, hè, we kijken weer naar de VPVR, je ziet hier heel veel weerstand rechts. Dus ik heb het momenteel, pak die, de onderkant van die laatste grote kaars hier, dat komt overeen met de bovenkant daar, komt overeen met de toppen van de bodies hier. Dus we hebben een mooie weerstand zo rond de $44,500. Als die daar nu doorgaat naar onder, dan ga ik herevalueren of dat we terug naar een bearish scenario gaan. Het bullish, dat heb ik gezegd, dan moeten we die vorige lower high hier, dan moeten we daar doorgaan, dus boven de 52.000, dan zal ik zelf meejuichen. Maar die weerstandszone, die blauwe zone, die schemerzone zou ik maar zeggen, daar is de Bitcoin toch doorgegaan? Hier bedoel je? Ja, die rechthoek, ja. Ja, die rechthoek heeft hij doorbroken, dat is waar. Maar je moet ook, ik zal dat even nog nader toespitsen, waarom het zou kunnen dat dat terug naar beneden gaat. De mensen die het nieuws hebben gehoord, die hebben gehoord dat er bijna voor 140 miljoen in liquidaties zijn gebeurd door deze stijging. En een liquidatie, dat zijn natuurlijk de mensen hier die gokten op een daling van de koers. En als iemand een short heeft staan, dan is zijn stoploss een buy. Dus als de prijs gaat, gaat hij zijn stoploss af en stijgt de prijs. Gaat de volgende zijn stoploss af. Dus dit zou het noemen een short squeeze kunnen zijn. Maar in deze tijden is het misschien mogelijk. In ieder geval, ik kijk zeer nauwkeurig nu wat Bitcoin hier gaat doen in deze zone. Als we gaan kijken naar de RSI waar we nu zitten... En waar zou de Bitcoin dan moeten doorgaan om dat scenario, dat bearish scenario, niet te zien? Die zou hier, hè, die vorige lower high, ja, daar bovenuit moeten komen. Dus rond de $52,100. Hè. Ja. Je hebt hier ook een Fibonacci level, 51.700. Dus dat... excuseer.
Of boven die 200 dagelijkse gaan en daarboven blijven. Ja. Ja? Dat zijn allemaal positieve tekenen. Nu, even goed. Gaan we hier even naar beneden en dan verder naar boven. Dat kan allemaal, hè? Ja, ja, ja. Maar ik wil graag niet onder die rode stiplijn terug gaan, alsjeblieft. Oké, okay, wel, misschien kan je die laten staan voor volgende week. Zien ja. we wat er... Maar in de RSI wou ik nog één ding zeggen, Francis. Ja. Dus die RSI, en ik heb nu weer al de hele correctie van vorig jaar genomen, net zoals op de week. Daar kun je dus ook een trendlijn tekenen, die grote, ja. met de bovenste toppen, waar we nu naartoe aan het bewegen zijn. Dus dit is ook een heel interessant punt om in de gaten ja, te houden. Ja. Die RSI heeft ons wel vorige week schoon getoond hier wanneer het de breakout ging komen. Ja. En nu is dit het volgende punt om in de gaten te houden. Ja, oké. Okay. En ja, Ethereum die deed het beter. Bijna 20% er toch bij op weekbasis. En vorige week was er al tekenen van een herstel of een heropleving. En dat heeft zich uiteindelijk toch doorgezet. Maar nu, denk ik dat we... op hetzelfde punt zijn als Bitcoin, hè? We zijn op hetzelfde punt als Bitcoin. Plus bij Ethereum was het vooral doordat op Coinbase, de grootste, vooral een beurs met veel Amerikaanse klanten, werd Ethereum-staking mogelijk. Dus dat is eigenlijk waarom het Ethereum deze week heeft beter gedaan dan Bitcoin. Dus daar was wat bullish nieuws. Ethereum net hetzelfde. Daar kunnen we ook dat horizontaal kanaal trekken waar we naar de buurt komen. Hier hebben we ook een weerstandszone. We hebben hier ook ons 200 dagelijkse, die hier allemaal samenkomen in dit blauwe vak. Dus weer al, hier gaan we alles nauwgezet in de gaten houden. Ja, dat is het zo'n beetje. Er is nog werk aan de winkel voor Ethereum. Er is nog werk aan de winkel. En weer al... wat Bitcoin gaat doen, dat gaat de rest waarschijnlijk ook doen, zoals meestal. Ja, ja, ja. ja. En dan, als we even kijken naar de andere munten, waren er toch bij die het nog beter deden dan Bitcoin en Ethereum. Cardano was er één van. Hey, op week plus 35%, dat zijn toch aardige percentages. Hoe ligt die munt er nu bij... Wel, dat is ook spannend. Dus Cardano, die zit hier al sinds 7 september in dat kanaal naar beneden. En die is nu de bovenkant van dat kanaal aan het testen. Ik ga even dat opzij schuiven, dan wil je dat volledig zien. Dus nu die bovenkant van dat kanaal aan het testen. Voorzichtigheid geboden, want mijn oog valt direct natuurlijk op dit. Ik ga even draaien. Net zoals bij Bitcoin... De prijs is nog lager, maar de RSI is al hoger. Ja? Ja, ja. Dus hou dat in de gaten. Dat wil ook weer... Ik heb hier een stippellijn getrokken. Dat wil zeggen ook dat Cardano boven de $1.63-64 moet geraken om geen bearish divergentie uit te spelen. Ja, 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 dus ook hier is nog werk aan de winkel. Momenteel zien we hier een weerstandszone zo rond de 1,33, waar die eerst door moet, dan zal die waarschijnlijk, zoals de rest, denk ik, stijgen naar zijn 200 dagelijkse, dan momenteel op 1,52,5. En ook daar weer gaan we zien wat Bitcoin doet en Cardano zal volgen. Ja, en ik spreek over Cardano, 35%, maar er was Dogecoin plus 25% op weekbasis. Dat is lang geleden dat we die nog hebben gehad. Zou we kunnen stellen dat alt-season terug van weg geweest is, of ga ik te ver hier? Ik denk dat dat iets optimistisch is. Ik denk wel, als Bitcoin een grote trend om een keer maakt, is het wel zo dat eerst de grotere alts de eerste beweging, volgende beweging maken, en de kleinere alts later. Nu, inderdaad, ADA en Doge zijn geen kleintjes, dus dat is normaal dat die eerst bewegen. Voor een full bit altcoin season, dat denk ik zal veel van afhangen van wat ik daarnet zei, of Bitcoin zich kan bewijzen, van dat level, wat was het, 52.000 te doorbreken, of dat we dat bearish patroon gaan uitspelen.
Ik weet ook, binnen 2 weken is er een belangrijke Bitcoin-conferentie. Dat is ook een nieuwtje om naar uit te kijken, om te zien wat dat daar gaat gebeuren of aangekondigd worden of gepresenteerd gaat worden. Ja. Maar dat is pas binnen 2 weken. Het zou kunnen dat het gaat de markt daarop wachten. Ik neem het gewoon mee. Ja, ja. Dus Doge, eigenlijk net hetzelfde. Hè? Mm-hmm. Doge die zit nu, die heeft de onderkant van deze wedge hier getest, is door zijn, zijn tijdelijke diagonaal hier gebroken. Is hier onderaan ook uit zijn RSI uit die diagonaal gebroken, ja. En die gaat nu, denk ik, net als de rest gaan voor zijn 200 dagelijkse, ja. Die momenteel ligt op 0,187. Eventueel misschien ook de bovenkant van zijn wedge hier testen, maar pas op, dat zou dan de derde test zijn. En de derde test die kan meestal eerst een fake-out zijn. Dan krijg je een kleine correctie. Meestal is dat dan zoiets, dan ga je erdoor. Dus, of eronder, en pas dan. Ja, ja, ja. Maar je ziet ook, Doge heeft hierboven nog heel wat te gaan. Hè? Ja, dus ja, ja. Meer dan de rest. Heel wat weerstand, ja. Dus van de verschillende munten, de percentages verschillen een beetje, maar uiteindelijk komt het altijd op hetzelfde neer. Dus eerst 200-daags gemiddelde, die weerstanden eerst nog uitnemen, vooral eer dat er verder mogelijkheden zijn om door te stijgen. Ja. Nu, deze week heb ik ook enkele uitspraken teruggevonden van grote namen uit de industrie, dat ik tamelijk frappant vond. Een beetje tekenend. En de eerste was van Anthony Pompliano. Dat is een populaire podcast, showmaster, als ik het zo mag zeggen. Ja, ja. Hij noemt zichzelf de Pomp. Die zei dat steeds meer Amerikaanse politici de kar van crypto trekken. Omdat ze beseffen dat ze anders naar huis worden gestemd. Door vooral jonge stemgerechtigden, die eigenlijk alle tegenstanders, alle politici die zich uitspreken tegen crypto, dan op allerhande sociale media rechtstreeks ten aanval gaan. En dat politici steeds meer beseffen dat ze beter de kar trekken dan die kar tegenhouden. Vind je dat een goede zaak? Waarschijnlijk wel. En een tweede vraag, hebben wij hier in België politici die zouden aan de kar kunnen trekken, of is dat totaal afwezig? Wel, in Amerika is het ook zeer staatsgebonden. Hè? Dus de staten mogen daar voor een deel hun eigen wetten hebben. Dus ik weet dat dus Miami en New York waren tot nu toe de twee die zo'n beetje tegen elkaar opstoeften met hun crypto, moet ik zeggen, hun pro-crypto-minded zijn. Ja. Florida is daar nu aan het bijkomen. Natuurlijk, in die staten ga je uitgesproken meer politici zien die zich pro-crypto op allerlei mogelijke manieren gaan profileren. Maar de rest... Natuurlijk, je mag ook niet vergeten, in Amerika zitten we natuurlijk met een, volgens de laatste enquêtes, met een percentage van 20% adoptie. Ja, ja, dat is natuurlijk al wel wat, hè. Dus ja, het kan een mogelijke nieuwe bron zijn van kiezers om in te gaan vissen. Ja. En hij zei ook dat de VS steeds meer lijkt te kiezen om de globale leider te worden op crypto. En dat daar de toekomst ligt en dat landen die er niet voor kiezen, China bijvoorbeeld, Rusland in zekere zin, en nog enkele andere landen, India, die ook twijfelt, wel dat die achter zullen blijven. Vind je dat, of vind je dat ook een beetje over het paard getild? De VS zijn voor mij, allez, moet ik zeggen, niet het leidinggevende, of ze zijn zeker niet de pioniering. Dat er in het oosten al lang meer met crypto gewerkt werd en geïnvesteerd voordat de Verenigde Staten het deden. De VS is wel een beetje de, laten we zeggen, de gedoodverfde kandidaat om dat te worden. Gewoon omdat sowieso nu iedereen al wereldeconomisch vlak naar de Verenigde Staten kijken. Hè, naar hun renteverhogen. Waarom? Omdat de dollar nog altijd de wereldreservemunt is. Dus iedereen kijkt sowieso al voor financieel nieuws naar de Verenigde Staten. In die zin is het maar logisch dat het crypto-nieuws, ook financieel nieuws, daar mee opgeschept wordt. En dat Europa hun wetgevingen zeker niet zo zullen laten zeggen opstellen dat het niet compatibel zal worden. Hè. Ze moeten wel een beetje rekening houden met mekaars wetgevingen, denk ik dan. Ja, dus, ja. Ik
keer nog een keer terug naar mijn vorige vraag. Hebben wij hier in onze politici die... Ja, er is één Brussels parlementslid, Christophe de Beukelaar. Dat was de eerste Europees, op Europees vlak zelfs, de eerste die vanaf dit jaar zijn loon in bitcoin laat uitkeren. Voor de rest zijn er nog geen. Dus ja, Europa loopt achter. Dus dat was één uitspraak. En dan een tweede vond ik bij Michael Saylor, de CEO van MicroStrategy. Dat is een van de grootste crypto-investeerders en uitgevers, emittenten van die synthetische crypto-ETF's. Mm-hmm. Die zegt dat crypto steeds meer een institutioneel gebeuren wordt in plaats van een retail gebeuren. Is dat zo? En als dat zo is, wat heeft dat dan te betekenen? Ja, percentagegewijs, dus qua als we gaan kijken welke groep het meeste bitcoin in bezit heeft, ja, dan zijn dat denk ik wel de institutionele. We mogen niet vergeten dat het de institutionele zijn die deze bullrun hebben gedreven. En waar hij op doelt, is dat nu nog meer dan ooit dat zij bitcoin als hedge gaan bezien tegen de komende serieuze inflatie, ja, die dat we van ver zien komen aangaloperen. En dat zij geloven dat het zelfs een beter hedge zou zijn dan goud. Ja, ja. Dus ja. Daar doelt hij op. Ja, ja. Oké, en dan nog een vraag van een luisteraar, over iets waar we vorige week al over gesproken hebben. Dus we hebben gesproken over die staking bij Bit4U, onze sponsor. En die persoon zegt hier, ik heb eigenlijk niet goed begrepen wat dit inhoudt. Kan je dit nog eens uitleggen? En over welke munten gaat het eigenlijk? Oké. Goed, even het scherm. Even gaan naar de website. Nee, die bol.com. Daar kan je miners kopen, hè? Echt? Ja. Ik zou het niet aanraden. Nee, ik ook niet. Oké. Even kijken, hè, waar we hier moeten zijn. Wallets. Ik ga het zo uitleggen, terwijl ik ondertussen probeer te kijken waar hun staking assets staan. Dus wat staking is, dat is dat je eigenlijk gaat meedoen aan het beveiligingsproces van munten die werken met proof of stake. Dus Bitcoin is proof of work. Daar moeten bewaken miners de transacties. En iemand die wilt inbreken op Bitcoin, die moet 51% hebben van de wereldwijde miningkracht van Bitcoin. Dat is onmogelijk. Bij proof of stake is het beveiligingsmechanisme dat iemand die wil inbreken meer dan 51% moet bezitten van alle stakeholders, wat dat eigenlijk een financieel onmogelijke opdracht is. Als je dus wilt zeggen van kijk, Bit4U biedt staking aan, dan gaan zij aan alle munten waarbij dus jij... Zij als met de pool dat jij kan deelnemen aan dat proces, dus ga je mee in een pool en krijg je dus jouw deel al naar gelang de inleg. Dat zijn meestal vaste procenten. Ik was even aan het kijken of ik ze hier kan zien direct. Niet direct. Bij Ethereum heb ik zelf vastgesteld dat percentage toch dalende is. Dus naarmate dat er meer stekers bijkomen, blijft er minder over voor eerdere stekers of voor iedereen. Bij Ethereum? Ja. Is er een maximaal aantal opgezet? Je moest er 32 hebben om zelf te kunnen, maar als je het via een platform doet, dan was het mogelijk om met minder... Ja, dat is omdat je in een pool gaat, hè? Ja. Dus dat is hier ook het geval. 32, dat is inderdaad als je het volledig zelf wilt doen, maar niet iedereen heeft dat kapitaal. Dus op verschillende platformen ga je jullie dan samenbundelen en krijg je van het platform dus een percentage uitbetaald. Ja. Zo werkt dat. Dus het platform is de tussenpersoon die voor jou
aandeel in de liquiditeit die je voorziet, dat jij een vast percentage winst krijgt. Dat is uitgedrukt in APY, hè, APY, dat staat voor Annual Percentage Yield. En dan moet jij dus jouw crypto, stel dat het een ADA is, hè, bijvoorbeeld 7, 14 of een maand vastzetten. En dan moet jij zelf uitrekenen, hè, op, stel dat het jaarpercentage 5 is, op een maand, dan moet je 5 gedeeld door 12 doen en dan weet je hoeveel dat je op die week zal hebben verdiend. Oké. Okay. Ça va, ons half uurtje zit erop, Gwen. We zijn weer aan het einde gekomen van een webinar. Elke week ben ik versteld, sta ik versteld van hoe snel die 30 minuten toch voorbij gaan. Kijk, daar rest me alleen om je te bedanken voor je uitleg. En we zien elkaar volgende week dan terug. Dat is goed. Tot volgende week. Dag iedereen. Ja, dag.